Als je goed kijkt, zie je de vleermuisjes al tevoorschijn komen. Jo, en het zijn geen zwaluwen. Het zijn echte vleermuisjes, kijk. Gaaf, hè? Lekker muggen vangen, jongens. Doen jullie goed. Die palmen zien er ook mooi uit, hè? Ja. Dat is de toegang, zeg, van de camping. Mooi, hoor. En kijk dan, die beestjes. Ja, veel, hè? Ja, ze pakken ze niet allemaal. Ze hebben er ook nog een paar van mij voet overgelaten. Mijn benen en mijn buik en mijn rug. Goedemorgen, daar zijn we weer. We staan weer ingepakt. Camper glimt als Jekko. En pittig zonnetje alweer. We hopen dat het zo blijft vandaag, maar ja, we gaan het wel meemaken. Er zijn wel wat wolkjes her en der, dus we gaan het wel zien. Voorlopig is het al hartstikke lekker weer. Jacques is even de laatste ding aan het opruimen. En dan gaan we er van door. Nou, Jacques is nog even een mazzeltje doen. En, de route staat erin. Hij stuurt ons gewoon weer lekker over de bruggetje van 3,5 ton. Maar we weten inmiddels de weg, dus dat gaan we niet doen. Ik denk, wat hoor ik? Maar er staat een auto hier achter te starten die niet helemaal lekker loopt. Maar nou, een ritje van 25 kilometer maar. Maar ja, dan word ik altijd een beetje, dat ik denk, waarom maar 25? Maar we gaan door de bergen heen. Dus we gaan meemaken. We gaan zien waar we uitkomen en wat voor route we krijgen. Wordt wel mooi, denk ik. We zitten in de mountains. De toeristische route naar Kalpen. Hou rechts aan op de hoofdweg. Sla rechtsaf na 480 meter. Leuk huisjes hier. U rijdt sneller. Daar komen ze allemaal op de fiets naar boven, mensen. Je bent er bijna. Kom op, hou vol, mensen. Trappen. De auto is ook zwaar. Kijk aan als we moeten rijden. Kom in de buurt. Flamingo's. Kop onderwater. Is niet te zien, denk ik. Steek de rotonde over door de eerste afslag te nemen. We zijn trouwens onderweg naar camping. De eerste afslag. Kalpemar. Kalpemar. Zou een mooi plekje moeten zijn. Kijk hier, keer flamingo's. Kijk eens hoe dit bij. Even snel draaien. Kijk eens hoe dit bij. Uw bestemming. Okay, u heeft uw bestemming bereikt. Mooi, man. Mooi. Waar moet je van binnen? Daar weer. Daar is de McDonald's, Kentucky Fried Chicken. Ja.
zie. Nou, het zwembad van de camping. Niet heel erg druk. Het water is 24 graden. Nou, geen slechte. Nou, het gaat toch gebeuren. Ik kijk mijn telefoon niet naar beneden pletten. Wel lekker zo hoor. Ik wil niemand jaloers maken, maar het is best goed te doen hier. Kijk, flatgebouwtjes. Palmboompjes. En het is niet druk in het zwembad. Nou, daar is normaal een bar, maar die is gesloten nog. Maar het is goed te doen zo. Afzien. Doe. Het scheerapparaat is ook gestolen, ingebroken. Gantje. Lekker hoor, jongens. Nou, vlam zat. Het is mijn beurt om te koken. Wat hebben we hier? De supermarkt. Dus ik ga even mijn spulletjes halen en dan gaan we even wat lekkers maken. Hier staan we. Mazzel ligt naast zijn privé zwembadje. Sjokkie zit in de schaduw. Ik ben in de schaduw, hè? Het is een prachtig mooi weer. 27 graden. We zitten vlakbij het toiletgebouw. Dat is ook perfect. En een ruime, grote ruime plek. Helemaal top. Nou, eens even kijken. Wat hebben we hier? Appartamento. Appartamento. Ik moet geen appartamento. Chalet. Chaletto. En allemaal appartamento's. Allemaal appartamento's. Klinkt ook leuk. Allemaal appartamento's. En? Alleen maar appartamento's. Oh kijk, hier huisjes. 475. 302. Hier, kijk eens hoe mooi. Nou mensen, spaarpot leeg. Huisje kopen. Hier zijn we, aan de boulevard. Oh, nou camera's hier. Je mag hier niet fietsen. Dat is even jammer, zeg. Kijk, waagt een zijn leven in de zee. Daar is de rots. Geweldig. Moet even een stukje fietsen. Kijk, allemaal blauwe fietspaden. Buiten gewoon. Ja, dichterbij kan je haast niet komen. Het zijn wel oudjes, zie je? Ze zijn niet roze meer. Haven midden in de stad. Echt waanzinnig mooi, denk ik. Jachthaven. Knebium, de Rot van Kalpen. Ik weet niet even hoe die heet, een moeilijke naam. Maar dat weten jullie vast wel. Die kan je dus beklimmen. Ja, ik weet het niet. Ik vind het ook wel mooi. Er zijn natuurlijk heel veel meeuwen nu die die jongen beschermen. Kijk maar, je ziet er heel veel vliegen. Ah, prachtig om te zien. Ah, mijn boot is bijna klaar. Waanzinnig. Het water is mooi. Echt helder. Allemaal vissen zwemmen. Ik weet niet of het te zien is. Maar... Kijk daar, een hele grote. Sorry? Oh, kijk daar, zit ook nog een paar grote. En die gaat die kleine opvreten. Daar is een soort haai. Waanzinnig. Echt waanzinnig mooi.
stappen zetten. Het is wel een beetje raar hier hoor. Het is heel toeristisch, maar toch zijn er ook allemaal grote torens. Het is niet druk. Het is wel heel gaaf. Kopen. Op de achtergrond, ik weet niet of het te zien is. Ja, dit ben je niet door. Tussen de berg door. Goedemorgen allemaal. Daar ligt hij. Hier is de ingang. We gaan een stukje lopen naar boven. Nou, ik ga niet helemaal naar boven, want dat schaat ik in mijn broek, even zo te zeggen. Dat durf ik gewoon niet. Dus, en die meeuwen daar heb ik ook niet van, maar we gaan even kijken hoe ver we komen. Dat zien we straks wel. Dus, we gaan beginnen. En daar ben je niet door hem. Kijk, dat is jammer. Maar, dat dachten we wel. Het is natuurlijk broedseizoen van die meeuwen. Ja, als ze te veel op mijn kop gaan zitten, dan word ik klaar mee. Maar goed, we gaan in ieder geval een paar mooie opnames maken. En het zal niet heel hoog komen, denk ik. Maar we gaan het wel zien hoe ver we komen. Water bij me, liga's. Nou, dan moet het goed komen, toch? Ik vind het nou wel mooi. We gaan nog even wat filmen voor jullie. Het is een beetje bewolkt, maar ja, nou breekt het helemaal open. Daar is die haven. We komen wel wat hoger, maar it's a long way to, Tipperary of zoiets. Even wat fotootjes maken. Hier zitten we nou denk ik ergens of zo. Dus we moeten nog een stukje. Een heel stukje. Nou, we zijn alweer klaar. Snel gebeurd. Achter niet in, alleen maar een reservering. Nou, lekker dan. Helaas, pindakaas. Pittig klimmen. Ik mocht er toch op. In mijn gebrekkige Spaans ging het toch goed. Dus gaan we kijken hoe ver we komen. Daar is de tunnel. Daar zijn mijn vrienden. Een uitzicht daar. Nou, we zijn bij de tunnel. Net even met een paar Belgische mensen gesproken. Na de tunnel wordt het allemaal een beetje hobbelig en zo. En, noem het dan maar een mietje, maar ik ga niet verder. We gaan even door de tunnel kijken. Maar ik vind het al helemaal goud zo. Oké. Maar houdt het hier op. Ik ga niet verder. Ik vind het goed zo. Meeuw om mijn kop heen. Geen, hoe noem je dat? Geen afbakening meer en zo. Is goed. Ik zal even de view laten zien. Geweldig toch? Echt gaaf. En bovenin zal het ongetwijfeld nog mooier zijn. Kijk, dat stuk kan je nog hoger, maar. Goed zo, we gaan weer zakken. Kijk, en zo klein zijn de bootjes van bovenaf. Die gaan nog een stukje verder. Maar ik vind het best. Kijk, alles hebben we hier.
maken met zo'n supermarkt aan de overkant. Ja. Dan moet je aan de kroketten. Lekker toch? Met een broodje kroket. Even met de airfryer. Geniet u. Staat mooi, nou een mooie jachthaven. Kijk. Speciaal naar de Hondenstrand gefietst, maar volgens mij kennen we er niet meer bij. Verzonken boten. Stijgers kapot. Wat een puinzooi. Waar zijn we? Nou, hier, bij het Hondenstrand. Het Hondenstrand. Close it. Ja, we zitten erover te denken om een bootje te kopen. Bizar, dat leg je gewoon op de kant gesmeten. Echt bizar. Kijk. Kijk, hier is een gaatje. Daar ligt er ook nog een. Echt bizar. Zinnig gaaf. Nou, toch nog even in het water met mazzel. Schoenen zijn ook al nat. Schoenen zijn nat, dikke wingen. Dikke wingen. Mazzel bijt even in de hand. Per ongeluk. Waar zijn ze toch al nat? Het is hier fantastisch. Ik ga nooit meer naar Nederland. Adios. Wat je wil zeggen. Oh, heb ik mijn bril? Oh. Hebben die? Ja. Ja. Nou, hey, heb je beeld. En Mark, fijne vakantie ook. Bedankt voor de gezelligheid. En tot snel, hè. Ja. Doei. Doei. Fijne avond. Doei. Doei. Ik weet niet wie het zijn, hoor. Maar.